In Berkel en Roderijs heeft de politie de handen vol aan een grote groep scooterrijders. Asociale brommerrijders. Maar dit soort taferelen geven natuurlijk enorm gevaarlijke situaties. I don't think they're ready for it. I don't think they're ready. We eating over here because they're messing with me heavy. Yeah. 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 Hey mensen, ons je op een awesome show weer kijken naar een gloednieuwe video. Check dan even de beta track en de Rieu. En holy shit, hoeveel cc ga je hieronder zetten? Er zit nu 1500 en er komt 74 onder. 74 cc. We hebben gewoon eentje weer bij in Nederland. Meer concurrentie, ja. Maar hey, wij gaan nu beginnen met crossen en wie weet gaan we vandaag boze kerns tegenkomen. Waarschijnlijk wel. Ik voel het gewoon. Vandaag gaat er iets gebeuren. De eerste video samen met jou, er gaat gewoon iets gebeuren. Maar like zeker deze video en let's go. Hoor ik een brommer? Oké, geluid, sound, let's get it. Voka bovenlangs. Oh, oh. Lekker pik, weg en crossen, let's go. Nou, zoals je ziet, Dutch Brommert is aan het tanken en hij heeft weer eens olie nodig hoor. En wie heeft er weer olie bij? Ikke. Randebiel, heeft hij weer olie nodig hoor. Meteen politie, hè? Wat een held, jongens. Kom je gewoon meerdere motorrijders tegen. Oh mijn god. We zijn Wouter daar. Alles goed jongen? Ja man. Ik zou echt weg hier gaan man. Ik ging naar de Siep en ze waren mij daar achteraan aan het gaan. Dat is niet best. Maar ik zag in mijn spiegel dat ik een stopteken kreeg. Hij jaagde hem zeg maar andere kant op. Kijk daar. Kijk daar. Zie je, dat zijn ze. Oké, Monster Gang, ik ben dus net thuis gekomen. Ik kreeg allemaal belletjes van iedereen. Dus ik zou mijn DM checken. Staan wij gewoon op tv? Holy tieten. Maar wij staan op 112, dus ik stress hem kapot erg. Want ik ben bang dat ik gezocht word of zo. En we staan op 112 vandaag. Ik weet niet of dat goed is, maar voor mij is dit volgens mij echt super slecht. Want politie, 112, dat lijkt me niet goed voor mijn kanaal. Oh, ik ga Monster Dad halen. Papa, we staan gewoon op 112, hè? 112, wie belt er nou 112 voor op mijn brommers? Ja, dat vraag ik me ook al. Kom, wij gaan kijken, Ja, kom. Oké, Monster Gang. Wij zijn nu achter de PC. Holy tieten. We zijn gewoon op RTL XL. Ik had nooit gedacht. En we zijn op 112. Ik weet niet of dat iets goeds belooft, maar... Ik weet het ook niet, ik heb het niet gezien. We zijn samen met Monster Dad, dus we gaan er even kijken. Laat zien. Niet zo lang praten, ik wil het zien. Oké. Elke dag wordt alarmnummer 112 duizenden keren gebeld. Hier zie je de belangrijkste en meest bijzondere meldingen. In Os wordt een explosief door de brievenbus geduwd, terwijl... Oh, mooi. Os, dat zijn wij. Amsterdamse politie vindt dode vrouw na tip... Ik vind dode gevonden in Amsterdam, zo. Berkel en Roderijs hebben agenten de handen vol aan een groep asociale brommerrijders. Oh, dat is deze! Vandaag. Ah ja, maar we vinden een dode en een asociale brommer. Wow. Dat is wel een groot verschil. Een dode vrouw en asociale brommer. Zij heeft wat op ons. Weet het gewoon nou al. Goedenavond. In Os verstoort een hart... Niks goedenavond. We gaan gewoon naar ons punt toe. Ik ga het even door. Ik wil een stuk zien. Je werd helemaal suf gebeld. Ja. In Berkel en Roderijs heeft de politie de handen vol aan een grote... Rotterdam! Rotterdam! De meeting is op de openbare weg en verkeersregels die kennen ze niet. Nou, ho, dat kennen wij wel. Alleen het ging verkeerd door de politie. Laat het even nog een keer... Netjes om ondertiteld. Ja, ze hebben wel alles ondertiteld. Wouter. Je ziet sommige mensen ook geblurred zijn. Even, dit hebben ze uitgezonden? Ja. Copyright. Nou, hallo, ja. Dat zijn jouw beelden, dat zijn onze beelden. Ja, klopt. Copyright, dat moeten ze je eerst vragen. Nee, klopt, daar is Monster Gang. Zij vonden het allemaal goed. We hebben die motoragent waar we al onze boetes vandaan hebben gekregen en jullie ook Monster Gang die mee waren. Die man, ja. Die bewuste agent, dat is een beëdigd ambtenaar. Moet je horen hoe die tekeer gaat. Dat is een beëdigd ambtenaar en zij ook. Varkens op diepe scooters.
Ik snap niet waarom ze ons hebben geblurred en die agenten niet. En anders hadden we je moeten uitnodigen voor een rollerbandcontrole. Oh my god. Nee. Hij is ja. Ik kon het niks zeggen, ik zeg waarom schreeuw je tegen. Ja, de helft hebben we niet eens online gezet omdat dat gewoon te erg scheldwoorden waren. Maar ja, maar dat kun je nu ook gaan doen onderhand. Maar die agent die kwam niet uit zijn woorden, waardoor hij echt bepaalde woorden gebruikte waar je echt wel loopt. Ja, maar het feit dat hij zo tekeer gaat tegen me. Ik zei tegen ze, hallo, kunnen we wat afstand? Hij luisterde niet eens naar mij. Rustig, kalm. Nee, dan ga ik ook los. Hij luisterde niet naar mij. Ik zei, mag ik wat zeggen? Nee, we zijn boos. Ik zei, meneer, u hoeft niet tegen mij te schreeuwen. Ik sta 50 centimeter van u vanaf. Geen Willy! Foei, mag niet! Maar ging hier... Ja, jij zegt mag niet! Goed dan een Willy! Ah, joh, ja, iedereen deed daar Willy's. Ja, ze rijden achter ons aan. Nou. Ja, op die brug jongens! Dat is echt... Oh, er gebeurt heel veel, maar hij zegt wel triest dit. Maar hij doet een Willy en dan wordt hij aangehouden. Oh, die kern! Jongen, ik kan precies niet meer aan! Wat nou? Die kern zegt dat ik een Willy... Bro! Die Karen zegt wat ik een Willy doe. Hey, Doan, trek je niet zo aan, jongen. Dat is gewoon programmavulling. Die Karen zegt maar, bro, dat was gewoon een random iemand die naar mij toe kwam. Oh, mijn god. Hey! Jongen, dit is echt een Karen, jongen. Ik mag haar zo niet. Voor... Nou, ze ziet er wel leuk uit, maar nee. Jij deed geen Willy. Nee, ik deed geen Willy. Wat ze hier zegt, dit is weer punt van tv-realiteit als ze iets zien op internet en ze knippen die stukjes uit. Wat triest dit doet een Willy en wordt aangehouden. Ik zat... Nee, ik wou even praten nu. Nu ben ik ook helemaal... Klaar mee? Dat hoor je zeker. Ja, ik ben helemaal klaar. Ik zeg hier wat triest, hij is aangehouden op die brug. Hoe dat verhaal is gegaan en ik zweer het je, ik beloof dat ik heel eerlijk ben. Ik zat op die brug en er kwam een andere guy van de andere kant. Die helemaal geen Willy deed. Ik zat op een supermotor, kwam gewoon even langs. Die werd letterlijk door undercovers door 4 man er letterlijk afgeschopt om het zo. Die werd er echt flink van afgehaald. En toen zei ik wat triest dit, maar dat was niet eens, hij deed niet eens een Willy. Hij was gewoon een normale burger die langskwam. Dit is het filmpje van een vlog van 24 minuten. Halen ze deze punten eruit, zetten ze achter elkaar. En dan gaan ze een commentaar leveren. Ja, zo kan ik. Op dat stuk waar we gingen racen deden een paar een Willy natuurlijk. Maar dat wordt zo geknipt dat het daarna is. En dan zeg ik wat triest, maar... Oh, er gebeurt heel veel, maar hij zegt wat triest dit. Maar hij doet een Willy en dan wordt hij aangehouden. Dat begrijp ik dus wel. Je hoort die agent ook zeggen met die tyfusbrommers. Die hebben het helemaal gehad. Ja, die hebben het echt gehad. Ja. Gevaarlijk. Ja, weet je, zulke meetings zijn heel leuk. En het is ook heel mooi als je brommerliefhebber bent of van getunede auto's houdt. Maar tuning! Taferelen geven natuurlijk enorm gevaarlijke situaties, niet alleen voor hun, maar ook voor de medeweggebruikers. Ja, en als je je gewoon aan de verkeersregels houdt. Ja, en dat gebeurt. Als dit het was, vind ik het wel triest. Maar dat was het wel. Want zij zeggen, uit een stukje van 24 minuten kan ik ook altijd wel leuke stukjes knippen, vind... waarbij een keer iemand over op een stoepje rijdt en een wheelie maakt en zeggen, kijk eens wat een aas. Monster Gang, voor de mensen die ook gewoon in de toekomst, ik kom voor jullie op natuurlijk. Ja, met zo'n kleine hoeveelheid politie is het heel lastig te handhaven. Kleine hoeveelheid politie? Helikopter was ingeschakeld. Ik denk wel 20 auto's waren ingeschakeld. Dat klopt, maar mij hebben ze 4 man af moeten voeren. 4 agenten, ja. Dat slaat toch helemaal nergens. Nee, maar wat zei ze? 9 van de 10 keer niet. Ik denk 9 van de 10 keer wel. 9 van de 10 gedragen zich keurig en wij reden 40. Ja, wij reden gewoon achter en de rechter. Niks, alles ging prima. Totdat de politie kwam. En nog steeds mag zoals zij in de vorige video, dik shout voor de kijkers die hun ouders politieagent zijn of meerdere. Die zijn wel helden, dat weet ik gewoon vanaf nu. Maar daar in Rotterdam waren er een paar, en ik zeg niet allemaal, want even credits naar de goeie. Ja, bijna niet. Nee. Soms moet je het dan laten gaan, toch? In deze hebben ze wel opgetreden. Soms moet je het laten gaan, maar dat deden ze niet. Toch? Ja. Ze komen ons halen. Er gaat de politie af, letterlijk langzaam. Dat is zo toevallig. Ja, ze weten dat we er hier zijn. Maar dit is... Karen. Tot zover 112 vandaag. Dit was het? Wat een tegenval. Wat een Karen. Zij maakt het zo alsof wij zo slecht zijn, terwijl we niet eens een misdaad hebben. Ik vind gewoon het... met z'n allen lekker toeren. Natuurlijk wordt er niet verteld wat de politie doet. Ons uitscheldt, dat wordt wel laten zien, omdat het van mij vroeg. Laten wij zien. Ja, dat laten wij zien. Maar het punt is, wordt natuurlijk niet verteld de ongelukken die de politie heeft gemaakt. Wij hebben zelf vanuit ons kant 0 ongelukken gemaakt, want tot de politie kwam iemand met polsen gebroken uit het ziekenhuis. Dat is toch wel heel heftig. Dit is een beetje
programmavulling. We kijken op YouTube, oh, MonsterTube. We gaan even, oh, leuk, maken we daar van zijn vlog, maken we even 3 minuten gesproken en dit is het. Sorry, programmavulling in mijn ogen. Ik weet het zeker, Monster Gang. Ik sta elke dag met hartkloppingen op of mijn account er nog op staat op YouTube. Elke dag met hartkloppingen op. Ja. Niet goed, jongen. Nee, dat is niet goed. Maar kijk op mijn YouTube-kanaal en door deze... We hebben niks met politie of niks te maken. Oh, nee. Dit is een programma. Ja, dit is een programma. Ja. Monster Gang, jullie zijn strijders. Als jullie even kunnen abonneren, zou ik super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye bye. Mm.